Woensdag 5 juli werd bij stichting Choice for Life een woonruimte voor tienermoeders geopend. De stichting begeleidt tienermoeders de eerste 2 jaar na de geboorte van hun kind om moeder en kind op weg te helpen. Er kunnen naast onze in dezelfde woning 2 jonge moeders wonen. Die hebben dan een eigen huiskamer, een eigen keuken en een eigen badkamer. En op het moment dat ze vragen hebben of op het moment dat ze zich alleen voelen of op het moment dat ze gewoon zeggen van ik wil gewoon even wat anders, dan kunnen ze met ons meedraaien in ons gezin, in onze huiskamer, in onze keuken. Heel erg belangrijk dat je zwanger raakt als tiener. En je hebt geen plek bij je ouders of ergens anders waar je goed opgevangen kan worden. Waar je kind ter wereld kan komen. Dan is het wel heel mooi dat er mensen zijn die zich over je ontfermen en zeggen hier kan het. En hier kun je gewoon in rust een kind krijgen en de eerste stappen zetten op het jonge moeder zijn. Ook de naam van de woningen werd onthuld. Imladris. Die naam komt uit de Lord of the Rings trilogie. Imladris, dat is het elfs voor het laatste huiselijke huis. In de films komt het naar voren als Rivendell. En dat is de plek waar het reisgenootschap aan het eind van deel 1 terechtkomt. Om daar te herstellen van verwondingen, van de inspanningen van de reis. En dat is eigenlijk ook een mythische heenwijzing in de naam van het huis. Naar de plek die we met elkaar willen zijn. We willen samen onderweg zijn. We willen samen soms herstellen, soms eventjes op krachten komen. En weer verder gaan. De stichting heeft in 5 jaar 11 jonge moeders op weg geholpen. Momenteel zitten er nog 4 jonge moeders in het traject. De stichting werd opgericht omdat dit soort begeleiding ontbrak. We hadden een programma waarvan we zeiden van nou, we willen dat tussen 0 en 2 jaar van een kindje doen. En dat was er niet. We hebben wel gekeken bij andere landelijke organisaties. En uiteindelijk met een denktank een stichting opgericht met een eigen raad van toezicht. En we zijn gaan samenwerken in Ede met een grote organisatie Pactum Jeugdzorg. En daar vallen wij nu onder om dit zo mogelijk te maken. Wat je vaak merkt is als in stresssituaties die we allemaal kennen. Dan wordt je vermogen om dingen te regelen een stuk kleiner. En dan is het goed als je even mee kan lopen met een gewoon gezin, een gewoon gezinsritme. Zodat je in rust bijvoorbeeld een kind kunt krijgen. En juist voor de hechting en voor de binding met dat kind is het heel belangrijk om in die rust te kunnen wonen. Als de moeders klaar zijn met het traject, moeten ze naar een eigen woning. Die is niet altijd meteen beschikbaar. Daarom wil de stichting nog meer woningen op het eigen terrein bouwen. We hebben gezegd, we willen ook binnen op dit terrein in een van de bijgebouwen 3 appartementen gaan realiseren. Zodat als ze het gastgezin ontgroeid zijn, dat ze dan wel met een eigen voordeur aan de slag kunnen en een eigen vertrekplek hebben.